Welkom en wat fijn dat jullie gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging om hier vandaag met ons mee te denken en mee te praten over Buur en Zo Hardenberg. En toch heel belangrijk dat het zo breed mogelijk gedragen wordt. En dat is ook de reden waarom we vandaag hier bij elkaar zijn. Dat we de kansen verkennen om Buur en Zo op een succesvolle manier neer te zetten in de gemeente Hardenberg. En dat willen we samen met jullie doen. Dat kunnen we ook niet zonder jullie, want jullie zijn op een of andere manier onderdeel van de Hardenbergse gemeenschap. Vanuit een dub, dat kan eigenlijk een wijkcentrum zijn, waarbij de goederen worden verzameld, waarin mensen ook samenkomen. Eigenlijk zijn dat wat de buurtconciërges komen brengen, of dat nou een domotica is, of maaltijden, of medicijnen, dat is eigenlijk een soort middel om het contact te maken. We zijn nu bij elkaar en dan is het natuurlijk wel leuk om aan de slag te gaan. Dus we hebben een hopelijk leuk programma voor jullie bedacht. Jullie zien al allerlei kaarten en papieren op tafel, daar gaan we straks mee aan de slag. Is dat wel uniek in de gemeente Hardenberg, hoeveel noberschap hier nog is? Ja. Dat zijn niet toch die echt die hulpverleningsbril op gaan zetten. En dat is toch ook wel zoeken. Dat zou ik heel erg willen wagen, dat je daar echt dat dagelijks leven, geen regels, geen protocollen, uit die zorg houden. Een laagdrempelige manier om hulp in te schakelen, hè. Dus meer niet zozeer dat die buurtconciërge het probleem moet oplossen, maar wel dat die laagdrempelig te benaderen zijn en op die manier hulp kan inschakelen voor die persoon de juiste hulp. Ja, we hebben heel mooi hierover gesproken, over de stellingen, maar ook wel dat we tot de conclusie kwamen dat we nog heel veel twijfels hebben. Dus van ja, het kan de ene kant op, het kan de andere kant op. Hè. Gaat het de zorg ontlasten? Het zou kunnen, maar het kan ook zijn dat de zorg juist meer vragen krijgt. Het belangrijkste ook is dat hij alle paden kent en alle wegen kent wat hij moet volgen. En qua doelgroepen ook wel heel erg bijvoorbeeld de GGZ-doelgroep, die nog niet misschien echt bij professionele hulp in beeld zijn. Nut en noodzaak zeker. En omdat we al zeg maar, redelijk zeker weten dat we niet in 29 kernen kunnen gaan beginnen, hebben we ook wel gezegd, je moet ook een gebied kiezen waar je ook met deze functie in essentie al redelijk korte termijn in een pilotperiode een succes kunt behalen. Kern is om op een eenvoudige, laagdrempelige manier een reden te vinden om bij mensen binnen te komen, om contact te leggen, te signaleren, te verbinden en mensen te activeren om mee te gaan doen in de wijk.